Marine Verkerk, volgens mij ben je hartstikke blij met die bronzen medaille, of niet? Ja. Waarom? Ik ben heel blij. Gezien het afgelopen jaar en gezien hoe de judo-wedstrijddag gegaan is. Maar om even terug te gaan, zo'n jaar geleden raakte ik 6 weken voor de WK geblesseerd. Scheurde ik mijn voorste kruisband af. Toen een half jaar eruit geweest, helemaal niet. Ja, alleen maar revalidatie gedaan hier in Fitness Centrum Noord met Hans Kroon. Na 6 maanden ben ik weer de judomat opgestapt met mijn trainers Marlijn van Une, Chris de Korte en Mark van Ham. Hebben we gewerkt om me weer judoend ook weer helemaal topfit te krijgen. En nou ja, toen werd ik 1,5 maand geleden werd ik Europees kampioen en nu derde van de wereld. Dus dat is wel echt een super traject eigenlijk. Had je vooraf hiervoor getekend? Als ik zou kunnen tekenen, zou ik het wel doen. Ja, ik had niet verwacht toen het moment dat ik geblesseerd raakte, dat ik dacht, nou, volgend jaar haal ik weer een medaille op de WK. Dat hoop je natuurlijk en daar droom je van, maar of dat realistisch was, dat kon ik toen even niet inschatten. Nee, want je had natuurlijk al goud, je had al zilver, ja. En dan nu brons erbij, een grote beloning. Ja, zeker. Ja. In die zin is het brons met een goudrandje, maar ik heb alle kleuren nu, dat is ook wel heel bijzonder. Ik heb ze liever allemaal goud, maar dit is wel, dat is mooi. Voelde je ook goed na de gescheurde kruisband? Ja, dat is gewoon een traject. Ik voel mijn knie nog steeds wel. Het is in hele kleine dingetjes. Hardlopen is nog niet helemaal lekker. Dat heeft te maken met de manier waarop we geopereerd hebben met de patellapees. Maar ja, we hebben ook de laatste weken voor de WK nog heel erg gefine-tuned met Hans Kroon samen aan de coördinatie. Fijne motoriek. Nou, en dan merk je ook weer dat daar echt stappen in, dat we daar stappen in gemaakt hebben. En, dat het gewoon helemaal weer één is met de rest van het lijf. Nu zei jij voorafgaand aan het WK, dat het WK ook heel belangrijk was met het oog op de Olympische Spelen, dat het daar het echte piekmoment moet zijn. In hoeverre was dit WK nou daarvoor belangrijk? Heb je laten zien, joh, ik moet gewoon lekker naar de Olympische Spelen gaan. Ik ben er klaar voor, ik ben de kandidaat namens Nederland. Nou ja, dat zeker. Guus Steenhuis was natuurlijk ook bezig aan een kwalificatietraject, of is daarmee bezig. Maar met deze medaille maak ik wel een onderscheid. En met die titel op de EK en deze medaille laat ik zien dat ik de beste ben. Ja. En dat is essentieel in kwalificatie naar Spelen. Maar en wat ik toen zei, dit is een mooie medaille, maar het gaat om de medaille op de Spelen. En, we zagen nu ook dat ook de favorieten in mijn klasse, die vliegen er ook de eerste ronde uit. Er gebeuren gekke dingen, maar het is, nu kan het nog, maar volgend jaar echt niet meer. Nee. Jij maakte een gebaar hè, toen je de tatami hier afkwam. Je wees naar jezelf, ik deed het, waar sloeg dat gebaar op? Ja, dat ik het toch gedaan heb die dag. En dat ik degene ben die moet gaan. Ja. Twijfelde je daar nog aan een beetje? Of was het een extra bevestiging? Het moet gewoon gebeuren. En we hebben in het verleden genoeg concurrentiestrijd gezien. Elisabeth Ulleboortse, Annika van Emden. Ik heb helemaal geen zin om in die situatie te komen. En dan is er maar één optie en dat is gewoon keihard werken en het verschil maken. Nou, en dat heb ik gedaan. Jij bent heel erg blij. De rest van de Nederlandse ploeg is een stuk minder blij. Hè? Vooraf, iedereen zei, de doelstelling was 3 medailles. Ja. De judoka's zelf dachten, nou, 3, hallo, dat worden er wel 4 of 5. Ook jij namelijk. Wat is nou de reden dat het niet gelukt is? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik dacht inderdaad, 5, we zijn net zo'n grote ploeg. We hebben allemaal goede toppers, we hebben een goed seizoen gedraaid in principe. Maar dat valt vies tegen. Maar ik weet niet wat het is. Maar er is wel heel veel onrust natuurlijk de laatste jaar, 2 jaar, sinds 2013. Ze willen gaan centraliseren. En wisselingen met coaches, ikzelf natuurlijk ook. Dus er is wel heel veel gedoe rondom het judo en binnen de judowereld. Ja, ik weet niet. Misschien dat daardoor aandacht niet zo goed gefocust is. Dat zou kunnen, maar ik weet het niet. En het is ook verschilt per persoon. We hadden een aantal debuten en heel veel ervaren mensen en favorieten. Het is voor iedereen anders, maar ik weet wel dat er heel veel onrust is in de judowereld. En dat is eigenlijk voor niemand goed. Als je dan ook kijkt naar de laatste 2 WK's... maar 2 medailles op de laatste 2 WK's. Is dan jouw advies voor jou? Ga lekker terug naar het oude, hoe het was? Nou dat heeft eigenlijk geen zin om te zeggen. Je denkt er wel zo over, maar je kan het beter niet zeggen. Ja, ik ben niet voor de centralisatie zoals ze dat nu willen gaan doen. Dat heb ik ook al eerder uitgesproken.
Ik denk wel dat we krachten moeten bundelen en dat er in het teamverband absoluut verbeterpunten liggen. Maar ik denk niet dat we met z'n allen op Apeldoorn hoeven te gaan zitten. Maar goed, dit is voor de toekomst en dat is nu even niet mijn zorg. Het gaat voor mij nu om de Spelen. En ik denk wel dat voor richting de Spelen voor iedereen goed is dat er rust komt. Geen gedoe meer is en dat we gewoon alle spierpunten daarop kunnen richten. En met z'n allen hard kunnen werken naar daar te pieken. Hoe krijg je rust? Door al het gedoe en gezeik wat niet aan de sporters is, dat buiten de sporters te laten. Dat coaches er niet continu of iedere week mee bezig hoeven te zijn, maar dat iedereen zich kan richten op wat ze moeten doen. En dat is het judo verbeteren van de sporters. Dus ik zou zeggen, gewoon al het gedoe even in de koelkast. Of laat het bij de mensen die er echt wat aan kunnen doen. En, ja, ik ben er al mee opgehouden om er weer druk over te maken, want ik kan er gewoon niks mee. Misschien dat juist wel de reden is dat jij wel een medaille hebt gehaald, dat jij daar mee gestopt bent om je er druk over te maken. Nou ja, het is natuurlijk ook met het uitvallen van Marjolein, mijn coach, ja. Ook gedoe. Heb ik op de EK ook wel mee moeten dealen en heb ik me heel goed voor kunnen afsluiten. En de afgelopen weken hebben we daar een goede manier voor gevonden. Dus daar ben ik zelf mee aan de slag gegaan. En daar heb ik ook mijn psycholoog, mijn sportpsycholoog voor opgezocht. Gewoon om alle details op scherp te zetten. Ja. Dat is wel opmerkelijk. Doen andere judokers dat ook? Een sportpsycholoog in de hand nemen? Ja, verschillend. Verschilt per sporter, een man of vrouw, denk ik. Maar het zijn er wel, ja. Mm-hmm. Je hebt er baat bij? Ik heb er baat bij, ja. Ja. En dat aspect is super belangrijk, zeker in een man-tot-man gevecht van maar 5 minuten, 4 minuten. Het is een mentaal spel, dat is ook gigantisch belangrijk. Dat was de afgelopen WK voor mij ook zo, dus ja. Daar moet je ook mee bezig zijn. Ja, dat vond ik wel opmerkelijk, want je zei ook, joh, dit WK ging helemaal niet vanzelf. Het was echt vechten tegen mezelf, met mezelf. En dan is zo'n psycholoog heel erg belangrijk, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, dan is het erop of eronder. Dan is het, ga je echt met de punten aan de slag waar je tegenaan loopt. En hoe goed kan je ze vasthouden? Hoe nu verder dit jaar? Ga je ook nog leuke dingen doen? Of is het alleen maar judo, judo, judo? Ik ga nu eerst op vakantie. En dan heb ik 2 weken rust en dan over een maand Nederlands kampioenschap en dan Grand Slam Parijs. En dan komen er nog een aantal Grand Slams aan, Abu Dhabi en Tokio. Maar we moeten eerst even evalueren en kijken welke toernooien ik ga wel gaan doen. Ik ga niet alles doen, dat is niet nodig. Ik ga nog de belangrijke dingen doen.